dochter van de hoek, die mocht zich laten zien. Zij was de seksbom van de buurt en heette Josephine. Ik was nog jong in vuur en vlam en schreef haar een sonnet. Maar zo poëtisch was zij niet, zij nam de benen met een heer in de textiel, in zijn automobiel. Oh, Josephine, 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 ik was pas 17. Toen heb ik jou, Josephine, Josephine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een lellebel. En heel misschien, Josephine, Josephine, was jij dat wel. Maar jij bracht mij van de wijs en bovendien bleek de buurt in ene op Parijs als jij passeerde. Oh, Jose, Josephine. Die heer in de textiel, die was ook niet gedacht. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had. Ze kocht een kaartje naar Parijs en een blote japon. En had al gauw 10 rijke lui waar zij uit kiezen kon. Ah, ze koos een miljonair van 85 jaar. Oh, Josephine, 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 dat was niet stom gezien. Jij was al gauw in de rouw, Josephine, met een miljoen of 10. Mijn moeder vond jou een lellebel. Maar koppie, koppie, Josephine, dat had jij wel. Liet jij je bijtijd er wel eens even zien? Gingen alle heren voor de bijl. Nou, kun je nagaan. Oh, Josephine, Josephine. Ik zag laatst een enorm jacht, het was in Saint-Tropez. Net reed er een chauffeur voor in een meterslange zee. Ik zag dat de bemanning in de houding sprong en daar kwam Josephine aan het huis. En de knul met zilveren haar. Ik zei, hey, Josephine! Ken jij mij nog misschien? En toen zei jij, Josephine, Josephine, Jen, ik heb jou al meer gezien. Ah oui, voilà, c'est Tony, Tony neef. Ah, waar is de tijd gebleven? Oh, jouw moeder vond mij een lellebel. Hé, al genoeg, mon petit monsieur, dat ben ik wel. Maar liever een lellebel in Saint-Tropez. Een drel in Zandvoort aan de zee. Een beetje koppie, 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 kreeg geen kwaad. Want anders liep ik nou nog in de Dalkalverstraat. Doe ze de groeten van Joze Josephine. Ah. Ah oui, Tony, als je terug bent van je reis, doe vooral de groeten aan, hoe heet ze? Ah, Sylvie Meis. Ze krijgt een tiener van Jose Josephine. Bent u een beetje opgedroogd na gisteravond? Ja, die bui was even echt ongelukkig. Hè. Kwartier voordat het einde was, plonsen. En ja, ik stond zelf even op het podium en dan zag ik het helemaal inregenen. En die violen, nou, dat was even paniek. De snaar brak ook bij de ene violiste, ja. Die zegt, die moest echt erna. Kunnen we nu zeggen dat het concert in het water is gevallen? Nee. Het sfeertje, als je zegt, maar dat heb je zelf opgenomen natuurlijk. Ja. Als je het sfeertje van tevoren, we hadden eigenlijk geen pauze moeten houden, denk ik. We hadden eigenlijk gewoon door moeten spelen. Ja. Dan had je droog kunnen houden. Dan had je nou niet alleen misschien droog, maar dan blijven de mensen ook in zo'n pauze. En dan gaat het een beetje regenen en dan gaan ze weg. Terwijl het was 4 keer zo druk als vorig jaar natuurlijk. En het sfeertje was er geweldig. Tony Neef deed het goed. De mensen die daar stonden op die brug, nou je hebt het zelf gezien. Het was lekker gevuld allemaal. Dus ja, lekker meezingen met de Obaden. Wat ik... Nu lekker mee, ja, het is een herrie. Nu lekker meezingen met de Obaden. Ja, moet je zeggen, zo meteen hier lijkt me het heerlijk om lekker voluit. Natuurlijk de burgemeester, misschien neemt hij zelfs een trompet mee, heeft hij verbloofd. Ja, dat hij mee gaat spelen. Ik vind het ook leuk om even mee te mogen doen, dat ze ook voelen dat we samen het feest vieren.
En ik mag heel graag muziek maken. En dan is het toch een aubade en de manier waarop gemusiceerd werd de verleiding te groot om niet mee te doen. Ik zie jou hier zo mooi met die vlag staan. Wat ga je zo direct doen? Je moet zo meteen de vlag hijsen. En tijdens het Wilhelmus. Volgens mij mag je het nog niet gaan doen hè, nu, want dan verklap je het al. Maar kun je een beetje vertellen wat er dan precies gaat gebeuren? Ja, we gaan zingen en dan moeten wij heel langzaam de vlag hijsen. Ja, hij is heel groot. Het moet heel langzaam, want de vlag is heel groot en een hele lage vlaggenmast. Dus heel langzaam. Kent u het Wilhelmus al een beetje? Ik heb het hier op papier staan. Je wordt toch wel als Nederlander wel geacht hè? Een beetje het Wilhelmus te kennen? Dat hoor je wel te kennen, ja. U ziet er werkelijk waar prachtig uit in deze kleding. En ik zie ook dat u het Wilhelmus bij u heeft. Maar we kunnen uit ons hoofd ook zingen hoor, denk erom. Ja. Nou, u kent het Wilhelmus eigenlijk al. Ja, maar goed, spiekbriefje is niet verkeerd. Maar we zingen ook nog Droomland. Dat is helemaal een favoriet van ons. Van de tekst zingen. Ja, vrolijk staan van alle schone kinderen die hier overal blazen leggen in de lucht. Het is een kleur wat men niet ziet. Hiep, 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 eraan, Nederland viert feest. Ja, dat klonk heel erg goed. Vond je het zelf ook goed? Ja. Mevrouw Huizer, ik heb een brief gehad van de koning. Van de koning en de koningin, hè? Dat moet u wel erbij zetten, want de koningin kwam het museum openen. Wat hebben ze geschreven? Vele dank voor de cadeautjes en de leuke armbandjes voor de kleine meiden. Grote klein. Wanneer had u die gegeven dan? Voor Amalia, Ariana en Alexia. Wanneer had u die gegeven? Met museumopening van Schouwermans. En heb ik heel lang gestaan, van 2 tot 8. Wat had u doen met de brief? Met de brief, die staat ingelijst op de reservoir. En meneer, ik ken de koning en de koningin. Toen ze verloofd waren, waren ze bij de Wilhelmine schoon. In de Doelstraat. En toen waren ze nog verloofd. En toen heb ik de handen in elkaar gelegd en veel geluk gewenst. En nu hebben ze 3 kindjes. En ik ben zo gek op het Koningshuis. En van Brokkie heb je ook een brief gehad? En van Brokkie heb ik een bedankbrief Brokkie. Gehad. Brokkie? Ja, mijn is Brokkie. Mijn lieveling. Onze burgemeester is mijn Brokkie. Gaat u flink meezingen straks? Ja, ik kan nog goed zingen ook. Ik heb in een bandje gezongen. Wilhelmus, kent u het Wilhelmus? Zegt u? Kent u het Wilhelmus? Wilhelmus ken ik helemaal. Ja, doe even een stukje. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Het is mijn eerste Koningsdag in Dordrecht, maar volgens mij ook die van u. Klopt dat? Klopt. En hoe is het? Ja, ik vind het, je wordt daar warm van, een blij gevoel. En ik ben onder de indruk van de geweldige muzikale kwaliteiten die vanochtend toch maar even tentoongespreid worden door inwoners uit Dordrecht. En wat gaat u nu verder vandaag doen? U gaat denk ik eerst een borreltje pakken hier? Ik ga een glaasje nemen, dan ga ik de stad in. Ik heb nog een veelheid van bezoek. Ik ga het dance event nog even bezoeken, de vrijmarkten. Kortom, ik laat het mij vandaag, net als vele anderen, gewoon overkomen. Hey, wat heb je vandaag allemaal gedaan? Niks speciaals. Niks speciaals? Je hebt een geschminkt gezicht, je hebt meegelopen in een optocht. En? Oranjaar? Wat krijgen we nou allemaal? Wat is het vandaag voor dag? Koningsdag. Hey, wat heb jij gedaan, Marije? Mee in een optocht gedaan. Mee in een optocht, ja, want je hebt een hele bijzondere fiets, hè?
je er allemaal mee gedaan? Gefietst. We zijn hier bij de oude school. Wat gebeurt hier vandaag? We gaan dingen verkopen en we hebben nog best wel veel nog liggen. We hebben al 3 mensen gehad. Wat ga je er uiteindelijk van kopen? Speelgoed. Zo werkt dat. Dus je verkoopt hier speelgoed en je koopt hier weer ander speelgoed voor? Ja. Dat is goed bedacht. Wat verkoopt er nou een beetje goed en wat verkoopt er minder goed hier? Het zijn mensen die toch leuke dingen, krentjes proberen te pakken. Ik heb gemiddeld verzamelachtige dingen. Dat zie je wel, oude boeken. Nou, zoek ik even Feyenoord op, want dan gaan ze hier in deze stad ook oplopen natuurlijk. Dat ja, natuurlijk Feyenoord is hartstikke populair nu. Feyenoord, op dit moment wel, hè? Ja, hier, maar hier is Feyenoord altijd populair geweest. Ja. Het regende net, maar wat denkt u ervan? Gaat het nog een beetje mooier worden vandaag? Dit is de laatste geweest. Kijk altijd even naar boven. Dit is de laatste geweest en van mij pas hooguit aan het eind van de middag komt er nog eentje. En de rest is prima weer. Oké, dus dat doek kan voor een tijd eraf en dan kan de verkoop beginnen. Ja, precies. Zolang we het volhouden, hè. Ja. Op een gegeven moment is de concentratie een beetje weg, dus dan gaan we zelf wat doen. En de kinderen, wat doen jullie nou op zo'n dag? Verkopen en ja, ik vind het wel heel leuk om dingen te kopen. En wilt u misschien een zaag kopen? Ja, als jij een mooie zaag hebt, dan kan ik wel even kijken, ja. Ja, kopen, verkopen, hè? Dat is het motto van vandaag. Dat is het motto van vandaag, ja. Kijk. Mag ik eens kijken? Ja. En hoeveel kost die? 1 euro. Nou, dat is vrij goedkoop, toch? Nou weet je, voor de koning zal ik hem kopen. Als jij deze even vasthoudt, dan... Oké. Nou, goede deal. Kijk eens. Dank u wel. De boze burger spreekt, hè. Ik bedoel, het is hier nou de vrije markt en er is volgens mij wel wat te doen over dat kraambeleid hier in Dordrecht. Nou, ik ben vooral geen boze burger, maar er vallen me wel dingen op, ja. Ik zag net... Er kwam een meneer, ik denk van de gemeente, met 6 beveiligers achter zich aan. Die sprak een meisje die wat cupcakes aan het verkopen was. De cupcakes moesten weg, want ja, dat is voedsel. Volgens mij is het ooit bedoeld om rotten die bedorven was en dat soort dingen, om die te weren. Maar kinderen die cupcakes verkopen, lijkt me helemaal niks mis mee. Ik zag jij zo mooi die boeken droogmaken. Wat vind je ervan vandaag? Vind je het leuk? Ja. Wat ga je nou verkopen hier? Wat ligt hier allemaal? Nou, ik had al heel veel Playmobil verkocht, Duplo en nu nog boeken. Ja, want die boeken zie ik nog allemaal liggen. Ga je die verkopen, denk je? Niet allemaal, denk ik. Maar heel veel. En loop je zelf ook een beetje rond en heb je nog spullen nodig voor Koningsdag? Nou, ik heb wel wat gedaan, maar nou, soms kijk ik heel even rond, maar ik zie er dan niks. Nou, is wel een beetje, het weer is niet zo goed, hè? Ja. Hoe kan dat nou? Dat weet ik niet. Even naar de ouders toe. Zijn jullie samen te verkopen of hoe gaat dat? Ja, de kinderen moeten natuurlijk al het werk doen, hè? Want het is hun speelgoed en de opbrengst is ook voor hen. Dus ze zijn wel gemotiveerd natuurlijk om goed te verkopen. Maar we vragen wel gewoon kleine prijsjes, hoor. Dan is het voor iedereen leuk. En wat zijn nou dingen die hier liggen die snel verkopen, denkt u? Er lag heel veel Playmobil vanmorgen, maar dat is echt allemaal weg. Dus de Playmobil is goed de deur uitgegaan.
En dan hopen dat het ook nog een beetje gaat opklaren, hè? Want we hebben net wat regenbuien gehad. Ja, we hebben plan B, hè? Dus het cel kan er overheen als het gaat regenen en dan weer open als het droog is. Nou, laten we dat maar hopen. Ja. Dank u wel. Ja, hetzelfde. Ja, het is weer een geweldig feest volgens mij. Ik heb even de aankomst van de koninklijke familie op tv gezien en daarna naar de brunch in het dorps met het Philharmonisch. De burgemeester is ook nog even langs geweest. Het was eigenlijk buiten gepland, dus ja, jammer dat het niet net iets zonniger en warmer is. Dan hadden we met elkaar in de tuin kunnen zitten. Maar dit heeft ook wel sfeer. En zeker met het orkest zo hier vlak naast ons. Dag mevrouw, smakelijk. Wat ziet u er prachtig uit voor Koningsdag? Dank u wel. Wat vindt u ervan hier? Nou, ik vind het geweldig. Ik ben nog nooit geweest hier. Kunt u dus beschrijven wat u ervan vindt vandaag van zoiets? De atmosfeer heel erg geweldig. En de schilderijen. En het moderne interieur. En de geweldige catering. Ik had dit echt niet verwacht. Dus het is echt genieten voor ons. Smakelijk eten allereerst. Het is wel een hele mooie locatie hier, hè, om hier te eten. Wat vindt u nou van de muziek? Ik hou ontzettend van deze muziek en van de locatie. En ik vind het zo leuk dat dat georganiseerd wordt door het Oranje Comité. Vind ik echt geweldig. Wat is het, een onderbroek of een broekje? Ja, die is waar. Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Van wie is die? Maar je hebt hem gedragen dus? Ja, het is al een kort broekje. Maar het was ook wat kleiner. Dus daarom. Maar is dat niet een beetje gek? Ik bedoel, een gedragen broekje wat hier dan ligt? Ik heb hem gewassen, gisteren. Dus, nee. Hij is nog niet verkocht, hè, zie je. Gaat het überhaupt een beetje goed met de spullen? Ja, hij heeft ook heel veel verkocht. En bij ons gaat het een beetje over. Mevrouw, heeft u al iets gezien? Ja, ik heb genoeg gezien, maar nog niet genoeg gekocht. Dus ik ben nog even aan het shoppen. Bent u echt specifiek op zoek naar kleding op Koningsdag? Meestal wel, ja. Meestal vind ik wel leuke dingen op Koningsdag, ja. Maar ik ben niet in een goede koopmoed vandaag, dus dat is jammer, hè? Ja, dat is zeker, zeker jammer. Maar dus eigenlijk, op Koningsdag gaat u een beetje speuren naar kleding, of er iets leuks tussen zit? Ja, meestal wel. Of leuke oude spulletjes, toch. Ja. En wat voor kleding outfits haal je dan? Waar ik zelf van hou, natuurlijk. Ja. Dus nu kijk ik even naar een goede prijs voor deze jas. Dat is een leuk merk, dus dan kijk of je leuke merken kan scoren. Dat klinkt ook. Is het dan gewoon wel gebruikte kleding, neem ik aan? Of ja, is dat het, kan ik aan. Dat lukt, dat vind ik niet erg. Okay, ja. Nee, dat vind ik niet erg. Nou, ik wens je veel shopplezier nog. Ja, oké, okay, nou jullie ook. Ja. Bye. Het verkoopt al een beetje, wat hier ligt? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ja, leuke dag, gezellige dag. En wat, want ik zie heel veel, ik zie het dvd'tje liggen, liggen er boeken, wat is er nou al weg? Wat is er weg? Heel veel. Een buggy, een fiets, schilderijen, kastjes, echt heel veel al. Dus alle grote dingen, behalve het bedje, zijn weg. En de kinderspullen zijn over. Ja, dat bedje staat daar. Het zou natuurlijk mooi zijn als die ook nog verkocht, hè? Heel mooi, maar ja, vooralsnog niet. En zijn er ook dingen die hier nog blijven liggen, die echt moeilijk te slijten zijn? Ik vrees het bedje en misschien wat boeken, maar dan gaat het gewoon weer terug mee naar huis. Vacom, is dat een goed merk? Ja. Oké. Okay. Als jij een stukje speelt, dan wil je dat mensen jou geld geven? Ik doe dat gewoon. Omdat mama heeft helemaal geen geld. Ja, dus jij wil voor mama wat geld gaan verdienen? Ja.
De verliezers. Ja, tuurlijk. Je bent de zwanenwacht, hè? Die, nou goed, de zwanen die we hier links zien en hier aan de andere kant zit ook nog een nest. Ja, die moeten natuurlijk beschermd worden, zeker op een dag als Koningsdag. Ja, wat doet u dan hier precies? Wij houden toezicht op mensen dus, die eventueel baldadig zijn of dronken zijn of noem maar op. Dat die in ieder geval niet de kans zien om deze zwanen in de rust te verstoren. Of andere vervelende dingen met die beesten te gaan doen. Want u bent vandaag nog niks vervelends tegengekomen van het publiek die misschien tegen die beesten lastig is? Gelukkig nog niet, maar wij willen dat graag voorkomen. Want vroeg of laat gaat dat natuurlijk een keer gebeuren als we op deze manier ermee doorgaan. Nu spreek ik u hier alleen, maar er zijn nog meer mensen, hè, die beesten... Er staan achter mij nog meer mensen, die staan al te wachten. We wisselen elkaar af en dat zal tot vanavond 10 uur, want ik verwacht dat vanavond de grootste drukte is.
driemaal hoera. 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 Leve de koning.